Ouders die kinderen hebben op overheids- en particuliere crèches of peuterscholen moeten de maandbijdrage blijven betalen. Dit deelde minister André Misikaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting afgelopen maandag mee op de persconferentie van de overheid. Afhankelijk van wat de crèche of peuterschool aanbiedt, zullen bepaalde kosten wegvallen. Misikaba zegt dat het ministerie eerder had aangegeven dat ouders die vooruit hadden betaald voor de opvang van hun kind dat geld te goed hadden. De minister benadrukt echter dat de ouders geen geld mogen eisen van crèche of peuterschool. Dit betekent niet dat u als ouder of verzorger geld terug moet gaan halen bij de crèche of peuterschool. U wordt als ouder of verzorger gevraagd om ten aanzien van hetgeen u toch goed heeft, nadere afspraken te maken met de houders van de crèches en peuterscholen. Ik hoop dat hiermee elke mogelijke onduidelijkheid uit de wereld is geholpen. Over de maand april en de maanden daarna vragen wij aan de ouders en verzorgers om met de houders van de crèches en peuterscholen in conclaaf te blijven, totdat de regering komt met andere maatregelen indien de crisis aanhoudt en of verergert. Minister André Misikaba zegt dat het niet aan de overheid ligt om te beslissen of de maandelijkse bijdrage aan de particuliere schoolbussen wel of niet betaald moet worden. Deze dienst valt namelijk niet onder het ministerie van Sociale Zaken, nog onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Het is een particulier initiatief waarbij de ouders en de verzorgers altijd de vrijheid hebben gehad hun kinderen al dan niet met een particuliere schoolbus te laten vervoeren. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is verantwoordelijk voor vervoer van leerlingen en leerkrachten die geregistreerd zijn bij de afdeling vervoer. Derhalve zijn de ministeries van SOSAVO en OWC niet de verantwoordelijken om te beslissen als er betaald moet worden aan de particuliere schoolbushouders. De beslissing voor het al dan niet te betalen valt dan buiten de competenties van de voornoemde ministeries. Minister André Misikaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Hij sprak afgelopen maandag op de persconferentie van de overheid rond het COVID-19-virus.